Deze special wordt mede mogelijk gemaakt door de bioscoopfilm Star Wars: The Rise of Skywalker. Yes, leuk dat je kijkt naar deze Giga Special. Zoals je van ons gewend bent, komen we overal gratis binnen en regelen gratis dingen. Alleen het zit ons een beetje dwars. We hebben namelijk nog nooit een award gewonnen. En we dachten daar vandaag verandering in te brengen. Ja, dus laten we vandaag de Cosplay Award gaan winnen. Weten jullie een beetje wat de Cosplay Award is? Zeker. Dat is voor mensen die verkleed gaan als hun favoriete stripfiguur. Ja. Klopt. En dat is vandaag op de Comic Con. Loop gewoon even door het beeld heen. Obelix. Maar goed. Die gaan we proberen te winnen in Utrecht. Hoe had je dat in gedachten? Leuk dat de cameraman ook op. Hoezo moet ik nou weer de chick zijn? Het was jouw idee, jij wilde het per se. Dat jij Wat ben jij verschrikkelijk geworden? Wie de fuck ben ik? Wie de fuck ben ik? Ja, wie de fuck ben jij? Ja. Ik ben Queen Amidala. Wie? Wat is dat? Maar ik denk dat het voor jullie even belangrijk is om gewoon aan de mensen hier rond te gaan vragen hoe jullie het karakter moeten gaan spelen. Jij weet het wel. Ik weet het. Oh. Oké. Okay. Ontzettend veel haren voor mijn ogen. Ja. Do you have any idea which character I am? Ik denk dat hij naar Pietjele. Hoi, gaan jullie naar de Comic Con? Ik besta niet. Nu weet ik hoe het voelt om Joost te zijn. Niemand wil met je praten. Kunnen jullie mij alsjeblieft helpen? Maar wil je mij wel helpen alsjeblieft? Want ik weet niet wie ik ben. Mijn tip zou zijn... Nou ja, goed. Dus dat is mijn leestip. In Nederlands? Nee. Nee. Ja, we gaan toch zeker niet dingen zien. Weet je wie ik ben? Ja, ik weet wie je bent. Nou? Toch? Nee, niet Niels. Nee, The Federation has gone too far this time, man. Oh. Ja, hoe heet dat beest? Chewbacca, toch? Chewbacca. Ik weet wel dat jij Jody bent. Oh, precies. Hebben jullie nog tips? Nee, gewoon... Heel veel zin. Ja. Ja, dat is een stuk beter dan wat Joost is natuurlijk, hè? Die kan maar één ding volgens mij. Wow, in één keer staan we voor de Dutch Comic Con. Oké, laten we naar binnen gaan. Ben jij een beetje Star Wars fan? Ik ben wel een beetje Star Wars fan. Ja? Ja. Wij gaan vandaag meedoen aan de Cosplay Award. Ja. Denk je dat we een beetje kans maken? Het cosplay is meer dan alleen een kostuum aandoen. Oké. Okay. Cosplay is een beetje ook het karakter worden wat je bent. Ja. Dus als je een Wookiee bent, ook een Wookiee gedragen, groot, een beetje grommen erbij. We staan hier naast iemand die verkleed is als R2-D2, toch? Dat klopt, hè? Ja. Oh, dankjewel. Ja, nee, ik heb er ook heel erg mijn best op gedaan. Ja. Je zou wel een avondje met me uit willen. Nou, R2-D2. Nou, rustig aan. Hey, ik ben zelf niet zo'n Star Wars kenner. En ik moet zo meteen optreden als de enige Yoda. Dus misschien heb jij nog wat tips? Trust in the Force, vind ik heel mooi. Weten jullie wie ik ben? Amidala. Ik vind daar niks aan, het spijt me. Jij vindt Amidala niks? Karakter spreekt niet aan. Nee? Nee. Ik bedoel, het is wel een lekker ding, maar voor de rest... Iets meer power erachter. Wookiee is een groot beest, veel kracht. Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden? Nou, je draait zinnen om. Ik draai zinnen om. Ja. Oké, nu wordt hij ingewikkeld. Ja, ik kan het je niet uitleggen, maar jij draait zinsdelen om. Ziet dat eruit dan? Hoe? Ja, zoiets. En hoe praat zij? Met hele moeilijke woorden. Unisex, equivalent. Ja. Dat zijn moeilijke woorden, toch? Ja. Oké. En jouw meest favoriete personage? Jezelf. En je favoriete moment van Star Wars ooit? Empire Strikes Back, de battle scene op Hoth, op de ijsplaneet. Als wie ben jij? Kylo Ren. Hoe? Kylo Ren. Kylo Ren? Ja, Kylo Ren. Kylo Ren. Mijn favoriete karakter zit gewoon een beetje in de dark side. Dus Darth Vader, ja. Darth Maul, Stormtroopers. Oké,
Oké, ik heb heel slecht nieuws. Dit is typisch iets voor de giergasten. Zal ik jullie wat verklappen? Zo. Wat? Ik wilde net inschrijven voor de Cosplay Award. Ja? Inschrijven gesloten zeker. 4 weken geleden is die al geweest. Je moest je online inschrijven. Dat dit allemaal voor niets is geweest? Dit is allemaal voor niets. Ja, maar ik wil het podium op ook. Nou, laten we gewoon onze eigen Cosplay Award doen. De beste van ons, daar doen we het om. Dus wie het grootste applaus krijgt, wint. Nou, 3, 2, 1. This has gone way too far, my lord. Yoda, Emily. Hey, this is Yoda. Ja. Goodbye, old friend. May the force be with you. Dat ik het uiteindelijk met het publiek eens ben. Grootste applaus. Ah. Voor Chewbacca. Oh, Chewbacca. Kijk eens even. Ja, hartstikke bedankt. Kom hier, jongen. Ja, graag gedaan. Een grote knuffel. Jongens, dat was het dagje Comic Con wel, hè? Ja, zeker. En ook nog een eervolle prijs gewonnen. Maar goed, als je nou heel erg fan bent geworden van Star Wars, dan hebben we een leuke mededeling. Want je kan namelijk 2 kaarten winnen voor de nieuwe film The Rise of Skywalker. Het enige wat je hoeft te doen is uiteraard deze video te liken. Laat even in de comments weten waarom jij zo graag met ons mee wilt. En abonneer natuurlijk even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En volg ons ook op Instagram. We hebben gewoon Instagram, hè, jongens. Ja, en daar kun je ook nog kaarten winnen. En daar kun je ook nog kaarten winnen, dus dubbel winnen. Gewoon winnen. Winnen. Oké, okay. Tot 17 december. Later.